Hey Bart hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie speed video nummer 11. Jouw animatie is klaar en je kan niet wachten om op die grote rode knop te drukken en te rennen. En in deze video ga ik je in hoog tempo laten zien welke dingen jij moet checken voor Eevee en Cycles. En je tekening tot leven in Blender. Echt super tof dat jij vette dingen wil maken in 3D. Ga ervoor. Maar hier een waarschuwing, Blender leer je niet zomaar even met het kijken van een videootje. Natuurlijk kan je een of andere tutorial precies nadoen, maar aan het eind ben jij dan degene die iets heeft gemaakt? En kan je Blender dan beter? Ik bedoel, gaat er iets anders dan in het tutorial? Kan je het dan ook zelf fixen of er iets, er iets anders van maken of zo? Nou, deze speed video is een soort samenvatting van mijn hele Blender training. Maar ook heb je al ervaring in andere 3D tools en je wilt gewoon even snel weten hoe Blender in elkaar steekt? Deze video is voor jou. Of als je ondanks deze waarschuwing denkt. Oh, ik heb geen zin in al die video's kijken en de echtheid insteken. Pff. Nou, ook prima. Succes met deze speed video. Ik zie je wel terug op mijn site maak iets slash blender. Daar staan alle video's, de blender doelopdrachten en het blenderboek met van elke video een samenvatting op papier. Maar goed, nu die turbo boosters aan en gaan Alright, hier zijn we in Blender in het uh, mega chaos project. Nou, het is niet heel chaos. Ik heb best veel dingen in dozen gestopt en alles namen gegeven. Hoe dan ook, hij is helemaal klaar om op die knop te renderen te drukken. Nou, er zijn twee soorten render engines in Blender. Die vind je bij de Render tab, en die vind je Render Engine ev en Cycles. En trouwens er komt een nieuwe Eevee upgrade zeg maar. En die heet Eevee Next. Met een paar nieuwe instellingen, nieuwe features. Hé, hey, hartstikke tof. Blender blijft zich ontwikkelen. Maar dat betekent wel dat ik weer updates, films moet maken over wat er dan nieuw is. Maar hoe dan ook, ik laat het je nu zien voor Eevee en Cycles in deze video in hoog tempo. Dus wil je het in wat lager tempo, dan moet je video nummer 66 kijken voor renderen in Eevee en nummer 67 voor renderen in Cycles. En heb jij niet zo'n beste computer of je hebt je gewoon zin om lang te wachten, dan kun je ook naar de online renderen Cheap it, ga ik je ook in deze video laten zien. Maar goed, ben je er helemaal klaar voor om te renderen? Dan moet je deze dingen instellen voor Eevee. En als je alvast de instellingen wil weten voor cycles, ga dan naar deze tijd toe, skip even door. En dan aan de instellingen voor Cycles. moet eerst maar eens eventjes die voor Eevee als eerste. Is eventjes Depth of Field kijken. Ik zit er even mijn camera's aan. Wow, dat zijn er een heleboel. En ik zit nu uh, toevallig in camera nummer 5. Ga ik er eventjes heel snel 1, Camera 5. En uh, dit, is, uh, dit is camera 5. Oké, okay, de mannetje met uh, de worst. eh een lekkere worst. Ja, je ziet dat die worst zelf is een beetje onscherp is, en het uh, poppetje erachter ook is uh, onscherp. In het midden is het scherp, dat noem je dus depth of field. En als ik die camera selecteer, dan moet ik eventjes naar de eigenschappen van de camera, de object-data properties van de camera, en hier die depth of field even het vinkje aanzetten en de rest van de instellingen goed zetten. Filmpje nummer 56 meer over hoe je dat allemaal doet. Maar in de render tab heb je hier ook depth of field en heb je een vinkje high-quality slide defocus. Je hebt nog meer instellingen, maar als je dit vinkje aanzet, krijg je ietsje mooiere. Uh, scherpte, diepte dan als je dat vinkje niet aanzet. De volgende heel belangrijk is sampling. Want bij sampling kan je instellen hoeveel samples eigenlijk Blender gaat nemen. Kort gezegd, hoe meer, hoe beter, maar hoe langer de render duurt. Daarom is de viewport altijd wat lager dan de render. Zodat de viewport soepel blijft lopen en de render lekker veel samples, dan krijg je wat hogere kwaliteit. Tijd renden natuurlijk, maar pas er mee op. En als je dat te hoog gaat doen, dan zal het allemaal heel erg lang duren. Zelfs bij Eevee. En Dan heel belangrijk is ambient occlusion. Kort gezegd, er komt op neer waar twee objecten dicht bij elkaar zitten, krijg je een mooi donkere stukje ertussen. Het is iets anders dan schaduw, het wordt gewoon allemaal wat donkerder. En dan zie je beter waar het ene object begint en het andere ophoudt. Dus zet het vinkje bij ambient occlusion aan. Je ziet ook het verschil hier met het in de achtergrond wordt het poppetje ook donkerder als ik Ambient Occlusion aanzet. Je kan nog spelen met de instellingen, maar Ambient Occlusion zeker weten aanzetten. En dan ook een hele vette is Bloom. Want in Eevee heb je niet echt Ray Traced Engine. Ik zal eventjes hier de overlays uitzetten. En hier zie je uh, de straaljager met vuur daarvan. En met Bloom zie je het verschil met uh, als ik het uitzet en aanzet. Je krijgt een hele mooie gloed rondom felle dingen. Nou, Eevee is niet raytraced, dat betekent dat het licht niet rondstuit op een realistische manier, maar het is gewoon trucage. Dat is op zich minder realistisch, gewoon nep, zeg maar. Maar het maakt wel dat eh, renders veel sneller uit je computer komen. Dus eh, Bloom zou ik zeker aanstellen. Je kan nog spelen met de radius, de color intensity en de threshold, maar Bloom in Eevee absoluut aanzet. En dan hebben we de volgende: dat is Screen Space Reflection. Zet vooral dat vinkje aan, want dat maakt het wel super vet. Want ik heb hier dus een licht gedeeld en het schijnt nu een beetje op de achterkant van de straaljager. Wat ik al eerder zei: Eevee uh, is niet ray trace, dus eigenlijk gewoon uh, neperites. Maar best wel goede neperites. Zet ook Reflection aan en half res trace en nog wat instellingen. Maar wat heel belangrijk is: je moet ook dit instellen bij elk materiaal. Dus ik heb deze uh, straaljager nu geselecteerd en ik ga het materialen tab van mijn Properties panel. En ik ik heb hier de materiaal straaljager basis in het eerste slot zitten. Dat zeg maar dit uh, grijze gebied. En hieronder vind ik bij uh, settings het volgende: um, Ray Trace Refraction. Maar als jij nog in een iets wat oudere Blender versie zit, dus uh, 4.0 of 3.9 of zoiets, dan vind je daar screen Refraction. En in de nieuwe versie, zit nu april 2024 staat er opeens ray trace refraction. Dus ray trace in render engine EV. Ooh, super vet! Nou, je ziet wel, als het uitziet is het heel donker. En als ik het aanzet, dan wordt het lichter. Want dan schijnt er het licht soort van nep een beetje op. Dus zet hier ray trace refraction en Subsurface translucency maar aan voor al je materialen. Kan je ook iets voor dat donkergroen doen. En zo ga je al je materialen langs en zet het allemaal aan. Dan krijg je dus een iets wat realistischere uh, rendering van je licht in IV. Super tof. Dan hebben we de volgende en dat is Shadows. En hier vind je Shadows en hier zet je een vinkje aan voor High Bith Depth en Soft Shadows. Zet daar het uh, vinkje uh, van aan heb je hebt hier cube site, cascade site met pixels erachter. Uh, je kan ook uh, iets hoger kiezen, dan krijg je dus uh, wat realistischer schaduwen zeg maar. Maar als je jouw computer er half op gaat crashen, dan zou je deze waarde wat lager kunnen zetten. Maar kijk maar een beetje wat jouw computer aan kan. Hoe hoger, hoe beter. Dat over de shadows aanzetten. En dan heb je hier nog color management. En die vind je hier helemaal onderaan. En display device srgb, allemaal prima. Maar hier zat iets belangrijks. View Transform AGX. En dat is eigenlijk een manier waarop Blender met de kleuren omgaat. Standaard, uh, vroeger was het Filmic en dan was iedereen: Oh jee, we hebben Filmic, het is super vet. En nu is iedereen: Oh jee, we hebben AGX, het is super vet, super vet. <laughs> Want met AGX schijnt hij dus dat hij uh, lichtere delen beter kan uh, renderen. Nou, um, zet hem gewoon op AGX. En wat je hier ook hebt, exposure en gamma. En look, <coughs> je kan deze um, op medium high contrast zetten of op uh, punchy of op uh, low contrast, uh, maar ik, mijn advies is zet hem op medium high en ga niet al te veel lopen klooien met de contrast of uh, de gamma maar houd dat in het midden zodat je na je render nog eentje deze kleuren een beetje het een of de andere kant op kan trekken als je ze nu al heel erg punchy maakt of heel erg licht en heel erg donker dan kun je er later niet zoveel meer aan doen dus ik zou het een beetje neutraal renderen dan kun je daar in post oftewel nabewerking nog wat aan doen dan de volgende is eventjes naar de lampen kijken. Want we hebben er en der natuurlijk wat lampen. Ik heb hier een lamp die dit uh, mobieltje een beetje wat meer uh, licht geeft en zo. Maar hoe dan ook. Ik ga eventjes in het Properties, Object, Data panel hier zo van de, de lampen. En zet daar Contact Shadow aan. Als je Contact scha Schaduw aanzet, dan geeft hij wat mooiere. Schaduw bij objecten die elkaar in, uh, in contact komen. Doe dat voor al je lampen. Zet Contact Shadow aan. En dan is het tijd om weer terug te gaan naar een Render Tab. Nee, nee, nee. Die, oh, stop. Nou, die eronder. En dat is je Output. Output. En uh, daarin moet je zetten waarin je hem waarin moet uh, outputten. Als eerste heb je natuurlijk... Nou, als het goed is, heb je dat al ingesteld als je uh, je animatie ging plannen. Maar je resolutie van de X en de Y... Percentage kan je ook nog mee spelen, maar ik zal hem gewoon op 100 zetten. Dan heb je hier nog je frame rate. Ik heb deze animatie gedaan in 50 frames per seconde. Is een beetje overdreven. Je kan hem ook gewoon lekker op 25 laten staan, want dat scheelt de helft van je rendertijd. Maar als je dat nu nog gaat aanpassen, dan heb je een probleem, want dan gaat jouw animatie dus twee keer zo snel of zo twee keer zo langzaam. dat is niet heel erg handig. Wat je ook in moet stellen is je frame range. Die vind je ook terug hieronder bij je tijdlijn. Zie je dus het stukje, dat de lichtgrijze gedeelte. Dat is je frame range. En in mijn geval gaat hij van 1 tot frame 7300. Dan heb je hier dit uh, kopje van output. Dan kan je op het uh, mapje klikken. En dan kan je dus instellen waar die uh, terecht moet komen. Ik gooi hem even voor de grap even op het desktop. En in uh, handige tip. Ik zou zeggen even een nieuwe map maken. En dan zeg ik je uh, mijn Epic Final render. Enter en heb ik hier dus een map gemaakt? Dubbelklik en klik ik hier op Accept en dan komt die render in die map terecht. Hoe komt die daarin terecht? Nou, je kan hier bij file format kiezen voor het volgende: voor een hele zooi aan uh, plaatjesopties en een paar movie opties. Nou, als je voor movie gaat, zou ik kiezen voor FFmpeg Video. Uh, hele mond vol, maar dan wordt het gewoon een mp4. Maar er is wel een maar. Als jij dan Blender aan het renderen zet en hij crasht halverwege, dan heb je kans dat dat videofile dus corrupt is en dat je er niks meer aan hebt. Dan heb je uren gewacht op je render en dan heb je er helemaal geen ene piep aan. Beter ga je renderen naar een image sequence. En dan kan je bijvoorbeeld op JPEG of PNG doen. Ik zou het op PNG doen. En ben je wat meer. Uh, durf je het aan? Dan kun je ook OpenEXR gebruiken. Die is meer bit data, zeg maar, in de. In de Kleuren en de diepte en de technische blabla van zijn plaatje, dat je er later nog meer mee kan doen. Maar PNG is ook echt wel dikke prima hoor. Um, maar wat krijg je dan als je deze op uh, PNG zet? Nou, weet je nog, we hebben hier deze. Eindgezet op 7300 staat hier nu. Dat betekent ook als ik nu op render druk dat ik in die map die ik net heb aangemaakt de 7300 plaatjes krijg. Eerst plaatje nummer 1, nummer 2, nummer 3 tot helemaal tot 7300. En dat noem je een image sequence. Het zijn heel veel plaatjes, maar gelukkig ga je die in één keer in je videobewerker programma gooien. En dan speelt hij het af als een video. En dan kun je het bewerken als een video en dan weer opstaan als een video, maar meer daarover in de volgende laatste speed video over nabewerken van jouw animatie. Dat over renderen in Eevee door naar de render settings van Cycles. Dus kwits je van Eevee naar Cycles en dan <laughs> komt opeens een wolk tevoorschijn, want deze volumetric wolk wilde niet renderen in Eevee, maar wel in Cycles. En uiteindelijk heb ik de animatie ook gerenderd in Cycles en het ziet er ook wel wat realistischer uit. Maar goed, Eevee is ook super vet hoor. Um, veel van de instellingen zijn hetzelfde. Maar zijn ook echt wel een, een paar nieuwe dingen. En dat is het allerbelangrijkste. Dat jij een GPU aanzet als je die hebt. Nou weet je nog. Volgens mij heel lang geleden in film 2 heb ik dat laten zien. Je gaat even naar edit. En dan ga je naar preferences. En dan krijg je hier uh, dit schermpje. En dan ga je hier eventjes naar system. En dan vind je hier dus de verschillende grafische kaarten. Ja, en standaard staat die op uh, non. Maar als je CUDA is wat ouder systeem voor je grafische kaart. Optics is voor... Voor de RTX grafische kaarten. De HIP is volgens mij voor AMD kaarten. En uh, One API is weer een andere. Ik heb een optics, die is, als je dus een Nvidia uh, RTX kaart hebt, zet hem op optics en zet de vinkjes aan voor je Nvidia kaart en voor je CPU. Automatisch voor de preferences wel opgeslagen en zorg ervoor dat je dus hier device op GPU compute zet. Dat maakt het heel heel, heel erg veel sneller. En dan eens even kijken naar sampling. Je vindt die sampling in de viewport en in de render. De en de viewport zet je altijd wat lager. En in de render, natuurlijk, wat uh, hoger. Dus dan gaan we eens even kijken, deze bij die van render openklappen. En wat vind je daar aan uh, allerlei dingen? Ten eerste vind je daar je maximaal aantal samples. En standaard staat die op 4000 nog wat. En het is echt. Heel erg hoog. Superleuk, al die uh, superrealistische renders. Maar je computer moet het wel aankunnen. En als het ja, op wijze van uh, 10 minuten duurt om één frame te renderen, laat staan als je 7000 frames gaat renderen, dan ben je wel heel erg lang bezig. Dus deze kun je over het algemeen echt wel veel lager zetten. Je kan er ook gelijk uh, slash 2 of gedeeld door 2 doen. En dan kan je hem nog lager zetten. Het is een beetje dat je gaat testen van hey, hoe lang duurt één frame? Is het acceptabel? Ziet het er dan nog goed genoeg uit? En hoe lang gaat het dan duren om de hele animatie? Te renderen. Max samples heel erg belangrijk. Je kan ook minimaal samples inzetten En dat heeft alles te maken met de noise threshold. En hoe kun je het eigenlijk zien? Dit is een getal. En hoe lager het getal, hoe minder ruis jij oké okay vindt. Uh, maximaal kan die op 1 staan, en dan vind je dus heel erg veel dus blijkbaar oké. Okay. En ook al heb je je samples dan heel hoog uh, staan, dan zal Blender eerder ophouden met renderen. Van hey, ja, uh, jij vindt zoveel ruis, dus oké, okay, dus waarom zou je dan helemaal doorgaan tot het maximaal aantal samples? Waarom zou je dat doen? Je kan hier dus ook minimaal, minimale aantal samples in zetten. Dat hij hier sowieso 512 doet. En dan ga kijken naar de Noise Threshold en dan wel of niet doorgaat tot je aantal maximale samples. Wat je ook kan doen, is uh, boeien Noise Threshold samples en zo. Zorg gewoon dat er een tijdlimiet is, bewijs van ik kan hem zetten op 30 seconden. Dus als een frame langer duurt dan 30 seconden om te renderen, dan kapt er mee. Nou, dan kapt hij er mee. Dan kapt hij mee met het renderen van. Dat frame en gaat hij door naar de volgende. En dan een hele belangrijk ook is die noise. En noise is zeg maar, dus de ruis. En die noise betekent ruis, dus weghalen. Kijk, want als je dus beweegt, zeg maar, dan krijg je dus heel erg veel ruis in je, in je viewport. En als ik hem laat staan, dan geef je. Uh, blender de tijd om die ruis weg te berekenen. Nou, dat geldt ook niet alleen in de viewport, maar ook als je gaat renderen. Maar je kan ook ziet als een denoiser aanzetten. Dat kan je dus ook in de viewport aanzetten. Dan heb je ook een denoiser. En er zijn verschillende, er zijn twee soorten denoiser. Je hebt optics en open image denoiser. En optics werkt heel goed samen met een RTX-videokaart. En als je dat dan beweegt, dan zie je dus dat hij die ruis probeert weg te poetsen, als het ware. En als je hem even wat langer laat staan. Dan zie je dus dat hij dat dus best wel goed kan doen. En dat kun je dus ook um, aanzetten. Niet alleen in de viewport, maar ook in de render. Zet hem dus op optics. En uh, plaats dus albedo en normal. En optics is vooral goed in het uh, denoisen van animaties. En die andere open image denoise, die werkt volgens wat ik begrijp. Uh, op je CPU, maar je kan ook het vinkje aan bij GPU aanzetten. En dan werkt het dus op je GPU niet beter voor het renderen van still frames. Maar als je een RTX kaart hebt, zet hem op Optics. En dan kun je dus op die manier dus met een, een lagere uh, sample uh, samples wegkomen. En dan uh, zorgen dat niet te veel ruis ontstaat omdat je hier de denoise aan hebt gezet. Oké, okay, en ook een hele belangrijke is Light Path. En hier vind je uh, dit, namelijk Max Bounces. En hier kun je dus eigenlijk. Uh, je hebt samples eigenlijk, dat zijn eigenlijk stralen die blenden door je camera heen. De wereld in schiet. En hoe meer samples, hoe meer stralen, hoe nauwkeuriger elke pixel wordt berekend. Maar je kan ook. Uh, instellen hoe vaak dat die, die straal, zeg maar tussen aanhalingstekens, het is technisch veel ingewikkelder dan dat ik nu uitleg, heen en weer stuitert. En je kan je bijvoorbeeld zeggen: hij moet twaalf keer heen en weer stuiteren. En uh, vierde van glossy, vierde van diffuse, twaalf uh, transmissie. Kijk, en diffuse is zeg maar de kleur. Uh, glossy betekent glimmere dingen. Een transmission is meer over uh, doorzichtige dingen zoals bijvoorbeeld het water. En uh, volume heeft meer te maken met dingen zoals mist en rook en zo. Um, 4 plus 4 en 12 is veel meer dan 12, natuurlijk. Maar als je die totaal op 12 zet, zou die er nooit meer doen als 12. Maar dan denk ik een beetje naar of zo de rest doen. Nou, lang verhaal kort: hoe hoger deze getallen allemaal invult, um, hoe langer het duurt om deze animatie te renderen. Um, maar hoe realistischer het dus eigenlijk uh, wordt. Allright. Dan hebben we hier nog, net als bij Eevee, uh, Color Management. En dat heb ik net bij Eevee ook uitgelegd. Mocht je dat geskipt hebben. Nou, ik zal het heel kort zijn. Uh, Color Management komt erop neer dat jij zet hem op sRGB. En dan krijg je je View Transform, zet die op AGX. Dat is een manier om de met name felle kleuren wat beter te berekenen. Look, medium high contrast, exposure in het midden. En um, gamma ook een beetje lager houdt, zeg maar een, een beetje standaard zodat je later in de postproductie het nabewerken daar nog alle kanten mee op kan. Dan komt het eigenlijk op neer. En dan moeten we eventjes de output checken. Je hebt hier die boven dus die render tab, maar eentje eronder vind je daar de output tab. En wat we daar vinden zijn de volgende instellingen. En als het goed is, heb je die al goed staan, want dat heb je al goed gezet toen je die animatie ging plannen. Hier de resolutie Percentage betekent eigenlijk de kwaliteit ervan. Kun je op de helft zetten of uh, 200. Maar ik zou hem voor je final render gewoon lekker op 100 laten staan. Dan hier framerate. Als het goed is, heb je die al goed staan? Ik heb deze op 50 frames per seconde gerend. Een beetje belachelijk. 25 had ook helemaal prima geweest. Maar ik, was, ik dacht, ik voelde hem heel stoer en ik heb gewoon op 50 gezet. Ik wil hele soepele bewegingen. Nou, 25 is ook helemaal prima. Maar ga het nu niet meer lopen aanpassen. Want anders gaat je animatie opeens uh, twee keer zo snel of twee keer zo uh, langzaam aanpassen. Uh, Afspelen dat is ook niet wat je wil. Frame range van 1 tot het einde van je animatie, in dit geval 7300. En dat zie je dus ook hieronder in je tijdlijn terug. Hè. Dat lichtgrijze gebied is je frame range. Zorg ervoor dat die goed staat. En dan hebben we hier de output. Dat is ook heel belangrijk, want je moet hier dus een map aanmaken. En uh, heb ik ook bij Eevee laten zien: mijn Epic Final uh, map. Die kan je een map aanmaken, gewoon een le lege map ergens op jouw schijf op je computer en dan zeg je accept en dan gaat uh, de render dus in deze map uh, terechtkomen maar hoe dan, dat heb ik nog bij IV uitgelegd, is hetzelfde, je kan hem als plaatje renderen of als movie en als je het als movie wil dan zou ik video doen, klinkt in de mond vol, maar dan wordt het gewoon mp4 is een beetje containerachtige ingewikkelde codec waar ik niet wel belangrijk. Anyways, maar als je dat video wil gaan doen, heb je wel een heel groot gevaar, want het renderen duurt gewoon heel lang. Crash je computer, crash blender, dan heb je kans dat dat videoformaat, videobestand is corrupt is en heb je er helemaal niks aan en heb je al die tijd en energie en stroom verspild. Uh, render eigenlijk altijd als een image sequence in een image uh, zijn meerdere bestandsformaten. Jpeg, png zijn bekende, maar je hebt ook bijvoorbeeld OpenEXR die hebben meer data, blablabla. Bla bla. Ik kies eigenlijk altijd voor png, hoewel ik ook wat meer aan het experimenteren ben met die AXR. XR files. Maar hey, voor nu basistraining doen we gewoon PNG. Wat krijg je dan? Nou, stel je voor deze animatie is 7300 frames. Dan krijg ik ook in die map 7300 plaatjes. Dat zijn er echt heel erg veel. Maar gelukkig kun je die plaatjes in één keer in je videobewerker gooien. En dan afspelen als een video. En ook bewerken als een video. En ook weer opslaan exporteren als een video. Maar meer erover in de volgende laatste speed video. Nummer 12. Maar zorg ervoor dat je die output dus eventjes Goed all uh, alright. Als je dat allemaal hebt ingesteld, dan kun je bij render klikken hier op render image of f12 of zo, hm. of ctrl f12, dan krijg je een render animation. Maar voordat je op render animation klikt, doe eerst eventjes op render image. En wat je dan gaat de blender doen, dan gaat hij niet dus niet de hele animatie renderen, maar gewoon één frame op de plek waar je, je, je tijd op dat moment staat. En dan gaat hij die samples uh, dus allemaal berekenen. En dan ook nog die, die noise eroverheen gooien, want die hebben we ook aangezet. En hij is nu klaar. Nou, als ik dan eens eventjes inzoom op uh, de getallen. Dan zie ik hier dat deze render duurde 14 seconden 48. Nou, dat ronden we af naar uh, 15 seconden. En als ik dan eens eventjes een uh, rekenmachine erbij pak. Dan hebben we dus 7300 frames. 15 seconden is zoveel seconden, heel erg veel gedeeld door 60 is zoveel minuten gedeeld door 60 is zoveel uur, dus zeg maar 31 uur. Dat is echt heel erg lang. Nou, ik had hem ook op 50 frames per seconde staan, is een beetje belachelijk natuurlijk. Als ik dat gedeeld door 2 doe, dan render ik hem uit in 25 frames per seconde. Dan kom je uit op 15 uur. Nou, dat is best wel heel erg lang. Oftewel een hele ruime nacht of zo. Nou, ik heb ook heel vaak mijn computer dagen en nachten aangezet om dingen te renderen. En dat duurt gewoon helemaal lang, niks aan te doen. Um, maar ik heb wel een ander trucje om uh, je computer helemaal uit te hebben staan. en toch te kunnen renderen. En dat is Sheepit. Want waarom niet een beetje samenwerken? Iedereen wil blenderen, iedereen wil renderen. En dat heeft Sheepit ook gedacht. Het is een super vet systeem: het is een online open. Punt, nou open source weet ik niet. Online gratis render engine waar iedereen aan meewerkt. sheepit renderfarmcom een link hieronder in de video natuurlijk en op mijn website. Nou, je kan er je moet hier even een account aan maken, e-mailadres, wachtwoord, etc. Wat je dan kan doen is een sheepit client aanzetten, zo heet het eigenlijk. En daarmee um, ga jij allerlei projecten van anderen renderen op jouw computer. Nou, waarom zou je dat doen? Daar verdien je punten mee. En met die punten kun jij jouw project naar Sheepit uploaden, zodat iedereen in de hele wereld jouw project gaat renderen. En het kan ook eens een keertje tegelijkertijd. Dus jij verdient en punten en je bent via de client dus en jouw project aan het renderen, maar je laat andere mensen ook weer renderen. Met andere woorden. Heel erg samen en heel erg vet. En het eindresultaat is dat jij jouw project veel sneller hebt gerenderd. als dat je dat alleen maar uh, op je eigen pc zou doen. Nou, dat was kort in het bocht Sheepit. Eh, enorme aanrader en live 7. Ik heb het ook echt veel gebruikt. Om, uh, ik heb laatst nog een hele animatie gemaakt voor een bedrijf in Brussel. Een, een farmaceutisch bedrijf. En dan moest ik een animatie maken in uh, 4K. Nou, als ik dat op mijn eigen pc had moeten doen, had ik wel een week moeten wachten. Maar binnen twee dagen was het gefixt via Sheepit Render Farm. Film nummer 68. Meer over Sheepit. Gaat kijken! Alright, dit was speed video nummer 11 en in de volgende speed video nummer 12, de laatste van deze hele serie, gaan we het eventjes hebben over hoe je kan werken met zo'n map met ongelooflijk veel plaatjes, oftewel een image sequence en nog wat tips en trucjes over het nabewerken en twee hele toffe tools voor het maken van je eigen geluidseffecten. Ik zie je daar, maak iets!